Er was veel publiek en er heerste grote spanning in de sporthal van Hengelo toen het Nederlandse volleybalteam zijn beslissende wedstrijd speelde in het toernooi om de West-Europa Cup. Oranje moest hier ten overstaan van vertegenwoordigers van het Nederlands Olympisch Comité bewijzen dat het de sterkste was, wilde het naar Tokio kunnen worden uitgezonden. Dat had het NOC als voorwaarde gesteld. En het resultaat was dat er nu een geladen Nederlandse ploeg verscheen die alles gaf om dit belangrijke examen met goed gevolg af te leggen. Nederland liet zijn enthousiaste aanhang tot ver in de vierde set in onzekerheid over de uitslag. Want de Fransen liepen een 14-6 achterstand toen in tot 14-13. En men vreesde dat er zelfs nog een vijfde set nodig zou zijn. Maar gelukkig was opeens alles okido voor Tokio. En toen bleek pas goed hoe groot de spanning binnen en buiten de lijnen gedurende 2 uur was geweest. Nederland had de laatste hindernis op de weg naar de Olympische Spelen met glans gewonnen. In uitgelaten stemming huldigde het publiek de zegevierende volleybalploeg die ons land nu in Tokio mag vertegenwoordigen.